Dan denk ik dat hij officieel gewoon klaar is, jongens. En dan kom je zo in de tombe. En dan liggen hier alle personen die wij helaas niet meer langer onder ons hebben. Nee! Nee! Sorry! Rick! Nee, sorry. En Rick krijgt 10 pogingen om het getal onder de 50 goed te raden. Raadt hij het in die 10 keer goed, dan weet hij gewoon 10 diamonds van me. En dan krijgt hij ze. Hallo en welkom. Leuk dat jullie er weer zijn, jongens. En meisjes, vandaag zijn we wedergekeerd in Content Veen. En we staan hier bij mijn grote put. Put. En er zijn een paar dingetjes veranderd, jongens. Ik ben 3 keer live geweest sinds de vorige video. En oh, we hebben panda's. We hebben de brede broeder. We hebben de ronde Rini. We hebben de massieve Max. En we hebben de bolle Iddo. En bolle Iddo ligt consistent op zijn rug en doet niks anders. Oh ja, en we hebben Jukkel Justin. Alleen die stond niet zo Jukkel. Leuk dat jullie er zijn. Welkom bij de video. Voor de rest is er niet heel veel veranderd hoor. Ik ben gewoon lekker een beetje gaan grinden en dingen gedaan. Ik heb hier een leuke nieuwe kamer voor alle donateurs die in mijn streams zijn. En de spelletjes die ik altijd in mijn streams doe. Dus ben je nou een keer benieuwd hierna? Kijk een keer de streams terug of kijk een keer naar mijn nieuwe streams. Ze zijn heel leuk hoor. Maar voordat deze video begint. Jongens kijk, we hebben bijna die 129.000 abonnees. Oftewel bijna die 130.000. Samen kunnen we even daar 130.000 van maken. En ik heb een leuk nieuw ideetje. Dat gaan we gelijk uitvoeren. Ik heb het idee dan ook gelijk uitgevoerd. Ik heb deze muren zoals ik hier net zeg, maar we hebben nu ook hier een geheim kamertje met een nieuwe muur. En wat zal die muur nou zijn? Dat gaan we eigenlijk gewoon gelijk uitleggen. Elke keer dat er een Content Veen video online komt, zou ik een nieuw abonnement van mij hier neerzetten op de Wall of Fame. Totdat de muur vol is en dan moet ik hem uitbreiden. En deze video is het nieuwe abonnement op mijn kanaal. Marieke B, 22 oktober. Welkom op de Wall of Fame. Wil je nou ook op deze Wall of Fame komen? Dan moet je even abonneren en heb je kans dat ik jouw naam ertussen uitpluk en ook op deze muur zet. Maar dan moet je wel eerst abonneren. Dan heb ik hier gewoon echt een Wall of Fame plekje. Het enige wat ik nog even moet doen is dit glas daar ook krijgen in geel. Want dat, ja, ik weet niet. Maar dit voegt zoveel leuks toe, dat glas. Dus dat gaan we binnenkort ook even fixen. Deze kant kunnen we dan misschien ook wat leuks doen. Dan hebben we hier de abonnementen. Hier de donaties. Hier de spelletjes die we in stream spelen. Maar wat hier? Laat het even weten in de reacties. Goed, dan gaan we door met de planning voor vandaag. En die begint met slapen, want het wordt nacht. Oh ja, ik had trouwens in mijn stream ook een cadeautje voor René gemaakt. Maar dan moet je ook de stream voor kijken. Nee, de echte planning is dat ik wil verder gaan met Wum zijn tombe. Want ik durf te wedden dat Sander er zelf niet aan verder gaat. Maar ik kan jullie wel even een klein stukje uit mijn livestream laten zien. Wat is dat aan je linkerkant? Nee. Wat is dat? Nee. Achter de boom. Ja, ik... Nee. Wat is hier gebeurd? Oh, tombe. Niet betreden. Of wel? Nou, hoe prachtig was dat? Ik liet gewoon een stukje zien. Nee, hier bij deze creeper is een nieuwe tombe gemaakt. En ik denk niet dat Sander die ooit zelf gaat afmaken. En ik wil deze eigenlijk wel vaak gebruiken. Want elke keer dat ze nu iets sterft of zo, zoals die creeper, dan kan ik hem mooi hierbij doen. En dan moet ik het uit respect, moet ik dit slopen zo. Moet ik het terugplaatsen, zodat er niemand mij kan volgen. En dan komen wij hier uit in de tombe. Wie er al ligt? Hier ligt Rick's YouTube kanaal. En hier ligt Max en Hoop op een coole tombe. Ik dacht dat hij een hele coole tombe aankwam, maar hij was maar heel klein. Dan hebben we nog onze lieve opa, Wum. En we hebben hier onze lieve panda, free nog steeds, rip 23 oktober. Dus ja, laten wij deze tombe eens even een makeover geven. Misschien wat groter maken. En dan kunnen we hier een cool spookhuisachtig iets van maken. Want als spookhuis, dan kunnen we deze daadwerkelijk gebruiken voor alle, helaas, gesneuvelde soldaten in Content Veen. Ik heb van alle soorten blokken bij me. Ik weet niet wat er allemaal nodig voor gaat zijn. Maar laten we maar zoveel meenemen. Wat we ook dan gelijk gaan doen, is even het beginnen met een simpel pad er naartoe maken. Zodra dat gedaan is, kunnen we deze namelijk helemaal upgraden en netjes maken. Maar dan voelt het een beetje officieel dat er een pad naar de tombe is. Naar het kerkhof eigenlijk, kan je het ook wel noemen. Maar in plaats van dat we een hele kerk maken, is het gewoon een griezelige tombe. Waar we misschien wel een keer een geest kunnen spotten. Moeten we even een geest inhuren, een acteur, Rick of zo. Zo, nou, een pad zoals dit is niet heel moeilijk om te creëren. Je moet gewoon een beetje een random vormpje maken. Ik heb hem hier wel heel recht gemaakt, merk ik nu al. Dus daar gaan we ook nog veranderingen in maken. Maar voor de rest maakt het niet zoveel uit. Het pad er naartoe is gecreëerd. Laten we nu beginnen met de buitenkant een keertje make-over geven. Want ja, ik weet niet wat Sander allemaal van plan was, maar... Ja, Sander, ik help je wel een beetje. Een stonecutter en een crafting table erbij voor wanneer nodig. En dan aan de slag. Ik wil het sowieso een beetje vervallen eruit laten zien. Dus ik ga mijn best doen om dat ook tot realisatie te brengen. Een beetje zoals dit, weet je. Dat het ook hangt en niet helemaal meer actief eruit ziet. Want dan zou mijn plan succesvol zijn, als dat lukt. Een beetje zoals dit hier ziet het er nu prima uit. Dan moet ik hier nog aan de slag. En dit soort blokjes hier mag echt... Je mag echt nergens dirt meer zien. Alles moet van stenen zo zijn. Zo, dat is dan helemaal geregeld. Dan nu de buitenkant een beetje. Ik heb genoeg dirt bij me om het mooi te laten overkappen. Maar we gaan even kijken hoe we dat gaan doen precies.
denk dat dit voor nu wel even prima is. En dan ook nog liefst eroverheen te laten hangen. Oh, die breng ik gelijk toe, want ik wil gewoon de hele buitenkant goed hebben. Ik wil ook voor wat effect redstone mee. En wat redstone toortjes. Want die kunnen ook wel een beetje voor creepy dingen zorgen. En een redstone zelf voor bloed. Als je daar een beetje op de grond van plaatst, lijkt het net of er bloed ligt. De bloemetjes zijn toegevoegd. En de blaadjes en alle andere zooi dingen. Het pad zelf is nog niet mooi. De muur hier is nog niet mooi. Maar ik bedoel, het ziet er toch wel een stuk anders uit als je hier nu aankomt. Laat ik dan ook even wat bloed gewoon misschien eraan toevoegen. Die redstone torch, wat ik zei, voor het effect van. Weet je, dat ziet er gewoon een beetje creepy uit. Hier heb ik wat spulletjes liggen voor zo meteen binnen. Hetzelfde geldt voor dit. En ik denk dat we dan nu het pad even kunnen doen. En dan is denk ik de buitenkant alweer klaar. Lang hoeft het niet te duren, hè, jongens. Laten we beginnen met gewoon simpel dit zo toe te voegen. Alle slabs en zo. Nou, dat was ook easy peasy, al die slabs toevoegen. Het is gewoon een beetje plaatsen natuurlijk. Dan misschien een beetje steen en gravel er doorheen. Ik denk dat ik in dit geval gewoon normaal steen het pad in wil yeeten. Oh, hier mis ik nog een blokje. Kan dit? Ja, dit kan wel, toch? Nou, laat ik dan eerder zo doen. Wat is ook gek van al die beesten hier, hè? Oh, wat een herrie maken ze. Laat ik trouwens eerst hier even dit zo doen. Gooi even zo eentje en zo eentje. En dan hier gewoon zoiets simpels, weet je? Zo. Oh, ik heb ook nog moscarpets. Die kan ik hier door het pad heen doen. Ik zei dat ik de stenen zo erheen wilde doen. Maar ik wil ook moscarpets. Dus ik wil hier denk ik geen gravel. Ik wil hier een ander pad als dat ik in mijn basis heb. Dat lijkt mij leuker. Oeh, maar mijn moscarpets zijn op. Nee, mijn moscarpets. Kan ik dit een beetje doen? Oh, dit is wel leuk. In het pad. Ja! Moet je zien, dit zo. Dit is toch gewoon leuk in het pad. Zetten we er nog wat koorsdirt door om een beetje het pad van mij hier over te laten lopen. Langzaam in het pad dat ik daar heb waar meer moscarpets in zitten. Meer slabs en weet ik voor wat. Maar het moet wel natuurlijk een beetje overlopen. Dus to be honest heb ik wel gravel nodig. Vooral voor aan het begin hier. Anders loopt het zo raar over, weet je. En langzamerhand dat je er bijna geen één meer ziet. Dit is de laatste. Zo. Dan plaatsen we al die blokjes erin. Zoals dit. Zoals ik in gedachten had. En dan loopt het in principe langzaam over, toch? Want hier is veel meer dan op andere plekken. Dus zouden dan eigenlijk ook nog wat leaves in het pad moeten zitten. Zoals dit. En hier. En hier. En dan hooguit nog eentje hier. En that's it. Nu loopt het pad langzaam zo over in het pad in mijn basis. En dan hier laten we over tot in het pad uit mijn basis. Hier plaatsen we gewoon één enkele steen. Zo. Hoppakee. Nou, pad is prima. Meer gaan we er voor nu even niet aan doen. Het is tijd om in de tombe te werken. Oh, wacht. Het is wel heel slecht belicht hier. Ah joh, boeien voor nu. Ik vind het leuk om deze kamer te upgraden. Vooral omdat ik hem niet zelf gemaakt heb. Alles wat je hier al zag, wat hier zat, had Sander gemaakt. Waardoor ik het extra leuk vind om hier gewoon een beetje aan te gaan bouwen. Kijk, ik wil ook een beetje meer die creepy lights eraan toevoegen. Ik wil oppassen dat het niet te donker wordt voor het meeste om te spannen. Maar hier, dit is toch wel creepy, ouwe. De trap trouwens is ook wel helemaal gefixt. Ik ben nu bezig met de bovenkant en zo. En al die muurtjes ertussenin. En het gaat heel lijp worden. Hoop ik. Wil ik. Het is tijd om wat daadwerkelijk licht te gaan halen. Want het is echt veel te donker daarbinnen. En ik dacht dat redstone toortjes wel genoeg zouden zijn. Maar nee. Ik heb lanterns mee te nemen. Maar wat dachten we van kaarsjes? Oh, kaarsjes, ja. We kunnen de redstone toortjes wel wegdoen. Want die werkte gewoon echt te poep. Weg jij. Kaarsjes, dat maak je met honey. Toch? Honeycombs, of niet? En wat nog meer? Oh, en dan de kleur dye erbij. Nou, ik denk dat ik gewoon witte dye erbij wil. Of wil ik... Of rood? Oh, we gaan interessant nadenken, jongens. We gaan interessant nadenken. Moet ik zeker eerst wel witte dye erbij hebben. Gadverdamme, moet dat alsnog... Oh, wacht. Ik heb strings nodig. Ik snap hem al. Oh, maar daar hebben we er helemaal niet zo... Daar hebben we er gewoon geen één van. Man, dat meen je. Nou, we hebben de candles en ik twijfel om ze rood te maken. Ik denk dat ik ze beter voor het effect van gewoon mooi, iets moois maken. Dat ik ze wel beter in standaard wit kan houden. Dus laten we teruggaan met de candles. Oeh, ik heb een flint en steel nodig om ze aan te steken. Laten wij nu daadwerkelijk teruggaan met de candles. Gelukkig heb ik voor onderweg wat lanterns meegenomen. Die ik even simpel hier op kan hangen. Slash kan plaatsen gewoon. Want dit pad hier is gevaarlijk donker. Dat is echt, ja, zeg maar, hier gaan mensen dooddonker. Oké, dan is het tijd voor de kaarsjes. Die zijn namelijk vele malen cooler. Dat is 1 en dat is 2. Dit is toch lijper? Hier, doen we er 2 en 1 aan die kant. En dan hier doen wij ook een kaarsje. En hier doen wij ook 2 kaarsjes. En dan ligt het eigenlijk helemaal geen ene scheid op. Of ligt het aan mij? Nou, het ligt niet zoveel op. Wat als ik hier nog bewijs van een kaarsje ook zou doen? Waar kom jij binnen? Waar kom jij vandaan? Op zich geeft het wel een effect, maar net niet genoeg. Het is het net niet. Dus ik denk dat ik alsnog 1 keer in de zoveel tijd even een lantern ergens moet plaatsen. Anders wordt het gewoon te donker. Maar het geeft wel een heel lijp effect dit. En
Boom. Oh, dat is een verkeerde boom. En boom, dat is een goede boom. We zijn hier nu klaar met de trap. En nu kunnen we beginnen met de vloer en het plafond hier. En dan kunnen we mogelijk nog uitbreiden. Maar het resultaat nu al vind ik echt geweldig. Gewoon hoe dit er zo uitziet. Als je hier nu binnenkomt en zo. Buiten is het heel vrolijk en weet ik veel wat. En dan kom je binnen en hoe verder je gaat, hoe darker het eigenlijk wordt. Vloertje erin, die ziet er ook prima uit op deze manier. Misschien dat ik voor het concept zo nog even doe. Waardoor de vloer iets meer afgesloten is. Ja, dat is veel beter. Zo is de vloer iets meer afgesloten van de rest. Plafonnetje erin. Begint al echt heel leuk te worden hier. Het is inmiddels een beetje een weird ass vibe. Vibe wel. Het is inmiddels wel een beetje een weird ass vibe. Gewoon, het is niet helemaal alsof je hier op je gemak zou voelen als je hier rond zou lopen. Maar ik wil het nog creepier maken. Zo, plafond is af. Ik heb de vloer nog een beetje onregelmatig gemaakt. Ik denk dat ik dat eigenlijk ook met de trap wilde doen, maar die staat te stijl voor. Dan wil ik dat het daar ingestort is. Ik wijs ook echt naar mijn scherm, alsof jullie dat zien. Hier wil ik het een beetje laten lijken alsof het allemaal in is gestort, waardoor de tombe niet meer verder is. En als ik ooit verder wil gaan, kan ik gewoon het ingestorte gedeelte weghalen en dan gewoon de tombe verder bouwen. Zo, dat is ingestort aan het eind. Dat ziet er wel op zich best wel leuk uit. Daarom heb ik daar ook een lantern geplaatst van, dat ik nog een bord erbij heb gezet van pas op, ingestort of zoiets. Nog wat barrels hier en daar erbij zetten. Hoppakee. Misschien deze dan juist weer rechtop. Zo, dat kan niet. Oké. To be honest, ik denk dat dit ding hier wel leuk is. Alsof we wel vaker lanterns hebben gehangen, maar die zijn kapot gegaan of zo. Zoals hier. Dat hier misschien ook een lantern heeft gehangen, maar die is ook gewoon kapot gegaan. Zetten we die sign neer, zoals hier. Pas op in... gestort. Ik weet niet of ik dat goed heb geschreven. Pas op ingestort. Nou, het is in ieder geval pas op. Het is helemaal kapot hier. Dus daardoor is de tombe gecanceld. Nu even de natuurdingetjes toevoegen. Oeh, ik ben de vloer hier een beetje vergeten. Hier moet ik ook nog van alles in stoppen. Hooguit trouwens wat bricks als vloer. Het is een beetje steenachtig nu nog. Zo, dit is beter. Dan denk ik dat die officieel gewoon klaar is, jongens. Als je hem zo dicht hebt weer, kan je de tombe niet in. Dan moet je hem altijd open hakken. Moet je hem achter je dicht doen, ter veiligheid van. En dan kom je zo in de tombe. En dan liggen hier alle personen die wij helaas niet meer langer onder ons hebben. Heb jij nou een leuk iemand die in Content Veen is overleden? En dan op de leuke manier natuurlijk. Laat het dan even weten in de comments. Zoals misschien de sneeuwman of zo. Ik ben trouwens verkouden, sorry. Want dan kunnen we die hier ook op een sign gaan doen. We hebben er nog 4 vrij. En als die vol zijn, is het wel echt tijd om deze tombe uit te breiden. Maar voor die tijd nu is het gewoon ingestort. Laten we de kisten en troep hier weghalen. Daar heb ik niet genoeg ruimte voor. Dat wordt heen en weer lopen. Zo, die kist is ook weggehaald. Het ziet hier zoveel anders uit. Laat ik even met de blokken die ik nog heb, hier die plaatsen. Want dan klopt het gewoon meer. Ja, nee, ik ben tevreden. Ik ben erg tevreden met de tombe. Het is een geestige tombe, jongens. Er wordt hier gespookt. Er wordt hier vermoord. En er worden hier hele andere enge dingen gedaan. En gelukkig zit ik daar niet binnen. Zullen we weer eens een keer post sturen naar Rick? Het is een tijdje geleden dat ik post naar hem heb gestuurd. Een inktzak. Ik mis alleen een veertje. Oh, dat meen je. Eén klein rotveertje voor een boek en quill. Nou, laten we ergens een kip vinden en hem vermoorden. Ik ben inmiddels gewoon maar naar de Rick toegelopen. En ik hoor heel veel kippen. Maar waar? Maar waar? Hier ergens zit een kippenfarm. Maar hij zit goed verstopt. Hij zit heel goed verstopt. Hoe kom ik daar? Zit... Oh, hij heeft hier ergens gewoon een kippenfarm. Ah, nu snap ik hem. Oké, Rick, ik ga met mijn ex. Ik heb gewoon 1 veer nodig. Oh mijn god. Het is niet wat het lijkt. Nee, nee, sorry. Rick, nee, sorry. Sorry. Oh, bro, Rick, het spijt me. Bro. Je kippen, man. Ze zijn overal. Er zaten 30.000 kippen in. Laten we deze killen en dan nieuwe kippen breeden, oké? Ja, ik heb van de eieren. Oké, daarom. Hey, maar ik heb wel 33 veren, dus dank je wel hiervoor. Weet je waarom ik het doe? Nee. Omdat ik een boek wil schrijven naar jou. Oh, nice. Je moet ze wel goed gooien, anders gaan de kippen dood. Ah, ik doe dit een andere keer wel. Ik heb er helemaal geen zin in. Ik ga een boek schrijven naar je. Maar we gaan hem heen en weer sturen. Dat boek, oké? Okay? Je mag hem niet signen. Oké. Heb je een nieuwe netherportal al gezien? Nee, die nieuwe netherportal. Ja, die toch? Ik ben al de hele tijd bezig. Met deze? Nee, in de nether. Oh, in de nether zelf. Oh, ja. Die wil ik wel zien. Oh, damn. Dat is een zwaard. Yeah. Wow, deze is wel heel cool. Ja, die heb je zeker van het internet. Nee. Ja, natuurlijk wel. Natuurlijk heb je die weer van het internet. Wow, lijp, ouwe. Ja, dit vind ik echt een hele lijpe... netherportal, dat je zwaard hebt. Kijk, maar dat is toch veel leuker dat we hier nu ook gewoon echt lijpe netherportals kunnen maken. Ja, daarom. Alleen die van mij, die is nog niet echt mooi. Ja, nee, die is echt ziek. Maar... Ik vind die van Lorenzo heel mooi. Ja, die daar is, die vind ik ook heel mooi, ja. Ik wou eerst ook zo maken, maar ik denk, nou, dat is niet origineel. Nee, dat snap ik. Nou, we kunnen nu heel veel boek en quills maken, want we hebben 33 feathers, maar we hebben maar 1 inktzak. Dus dat wordt alsnog 1 boek en quill. Wauw. Laten wij hier
een prachtig boek schrijven voor Rick. Oké, ik heb er een spelletje van gemaakt. Ik dacht, ik ga wat anders doen dan een boek schrijven. Ik heb er gewoon een spelletje van gemaakt. En hij kan daadwerkelijk diamonds winnen als hij het goed doet. Dan kan Rick diamonds winnen. In het boek staat namelijk... Rick, ik heb een getal onder de 50 bedacht. Je krijgt 10 pogingen om dit getal goed te raden. Raak je dit goed binnen die pogingen, dan win je 10 diamonds. Poging 1. Het getal wat wij gaan doen is 13. En Rick krijgt 10 pogingen om het getal onder de 50 goed te raden. Raadt hij het in die 10 keer goed? 1, dan maakt niet uit hoeveel het is. Zolang het maar onder de 10 valt, dan weet hij gewoon 10 diamonds van me. En dan krijgt hij ze. Dan krijgt hij daadwerkelijk 10 diamonds van me. Dus daar gaan we. Check je mail over 20 seconden. Check je mail over 20 seconden, stuurde ik naar hem. En dan wachten wij hier tot wij het boekje terugkrijgen. Geduldig af. En ik ben heel benieuwd of hij het goed gaat raden. We hebben post. We hebben post. En... Hij heeft... Oké, jongens, onthoud, mijn getal was 13. Zijn eerste poging is 49. Fout. Poging 2 in het boekie en... Of in het kissie. En succes met je tour. Kijk of hij poging 2 wel goed heeft. 10 pogingen heeft hij. Volgens mij is dit toch een 1 op 5 kans dat hij dit goed heeft. Hij heeft 10 pogingen, dus hij kan basically 1 tot en met 10 gokken. En dan is het... Misschien niet dat natuurlijk, maar daardoor maakt het een 1 op 5 kans. Maar wat de timing, dat mijn kissie is er. Laten we kijken, ik weet niet waarom hij zo gebukt is, maar hij gokt 18. Oeh, hij was in de buurt. Hij was heel erg in de buurt. Poging 3. Nou, dan gaan we weer, Rick. Succes met je volgende poging. Voor de mensen die dit minecart systeem natuurlijk helemaal niet kennen. Daar is hij. Hij gaat helemaal achter Floor haar huisje langs. Ik zal maar rennen. Dit is wel wat hoger zetten. Dan kunnen jullie het gewoon zien. Kijk, daar gaat hij. Hij gaat echt een eind. En dan uiteindelijk eindigt hij helemaal bij Rick. Maar dat is natuurlijk allemaal in de video gedaan. Dus als je dat graag wil zien, nou, dan kan je gewoon kijken. Oh, ik wil net een slokje van mijn drinken nemen. Maar daar heb je hem alweer. Oké, kijk of hij nu wel poging, een goede poging heeft. 27. Fout. Hij is er weer. Ik vind het echt leuk. Hij heeft een koekboekje erbij gedaan. Oh, dan gaan we hem ook wat extra's geven. 36. Fout. Wij geven Rick de prijs 4 lanterns alvast. Hij is er weer en hij heeft het wederom fout. Fout. Hey, hij heeft er cooked chicken in gedaan deze keer. 19. Oeh. Fout. Het zal alweer fout zijn. Hij doet er elke keer een cadeautje bij. Dat is het leuke eraan. 16. Oeh, hij komt in de buurt. Fout. Ik doe als tip erbij, maar wel lekker warm. En de kist. Ja, ik denk, je gaat een keertje mee. Doei. Wat nou als je het nu goed hebt? Joepie. Nee, je hebt het sowieso niet goed. Oh, fout! Oké, jongens, hij heeft het fout. Dit wordt zijn ene laatste poging. Poging 9. Hij zit echt in de buurt. Hij weet dat hij hier ergens in de buurt moet zitten ervan. Nu gaan wij ook gewoon als kist die kant op. Disturbing. Maar deze keer ben ik de kist. Het ziet er alleen niet uit. Ik lijk wel op een hele rare kist. Wacht. Skin customization. Head off. Ja, kijk, nu ben ik de kist. Nu klop ik wel. Ik blijf voor nu wel hier. Want het wordt spannend nu. Ik wil dat je je nieuwe antwoord geeft. Hij was fout. 10 diamonds gaat het om, hè? Mm-hmm. Oh, ja. Oké, komt-ie. Niet is, wordt dit mijn laatste poging. Dit wordt je laatste poging. Nee. Hij was fout. Je laatste poging. Ga jij 10 diamonds winnen, Rick? Gaat het gebeuren? Gaat jouw brein dit raadsel kraken? Ga jij kraken wat het mysterie is van het getal? Even kijken. Okay. Je hebt 1/5 kans, hè, in totaal, dat je dit goed gaat hebben. Zelfs met hint. Nee, maar weet je wat dat is? Nou? Ik heb 18 heb ik geraden. Dat was fout. Ja. 16 is warm. Ja. Dus dan was 18 was ook warm geweest. Dus zou het 17 moeten wezen. Ja. 14 en 15 is het niet. Ja. 1 heb ik ook al geraden. Ja. Dan moet het 6 zijn. Hoezo 6? Ja, 16 is warm. Nou, de 1 vanaf, die heb ik al geraden. Dan blijft 6 over. Hè? Oh! Nee, maar op die manier heb ik niet nagedacht. Dus ik kan je die geven dat je dan wel fout zit. Oké, dat is de laatste tip die je krijgt. Dat is de laatste tip die je krijgt. Maar je moet hem geven, hè? Ja, maar ik zit even na te denken. 16 is dichtbij. Of is lekker warm. 15 en 14 zijn het allebei niet. Nee, maar daar heb ik gewoon niks meer bij gezet. Ik heb je maar gewoon 1 hint gegeven. Oké, dan ga ik toch voor deze. Je gaat het fout hebben, denk ik. Kom maar erop. Ik denk het ook. En... Komt-ie! Ah, loser! Het was geen 17. Nee, wat is het dan? Ik ga hem voor je opschrijven wat het was. Hier, dit was hem. 13, dat is niet warm bij ze.
Je pech. Hier is je kist terug. Ik stuur je wel troostprijs. Oké, jongens, dit wil ik vaker gaan doen. We gaan nu Rick een troostprijsje opsturen, omdat hij zijn best heeft gedaan. Hij kwam in de buurt, maar hij had het helaas fout. Nou, dan kunnen we niet het spel helemaal gaan riggen. Ik heb natuurlijk al een beetje de spelregels verbroken door hints en tips te gaan geven. Maar nu helaas, hij heeft verloren. Dan pakken wij even wat leuks als troostprijs. Ik heb echt een hele goede troostprijs. We geven hem letterlijk gewoon een koe. Kom. Eroverheen. Oh, dat kan natuurlijk niet. Nu, kom. Nee. Kom. Eroverheen. Ja, goed zo. Ja, kom. Jij bent van Rick. Kan dat? Kan ik jou er überhaupt wel in doen? Is dat dus überhaupt wel een ding? Oh, maar deze koeien gaan helemaal niet daarin. Wat is dit dan voor poepzooi? Laat maar, dan ga je dood. Laten we Rick dan maar troosten met 22 sticky pistons, want hij houdt van redstone en dat is ongelooflijk veel werk. Hey Rick. Hey. Hey. Ik heb hem. Ga eens terug. Ik wilde net je troostprijs sturen. Oh. Hok op. Papiertje erbij. Troost. Dan doen we er trouwens 10 in. Of dit onderste rijtje zo. En hier één en hier één. Als een soort gezichtje maken we er dan van. Zo. En dan wel als neusje. Troost. Dan heeft hij toch een troostprijs gekregen. Rick, succes ermee. Wacht, ik ga erachteraan. Ik kom mee. Kom mee met de troostprijs. Kijk, de gierigaard wacht op zijn troostprijs, hè. Daar gelijk. Hallo. Hey. Hallo. Huh? Ja, daar gaat mijn vervoer. Ja, je troostprijs. Ja. Yay, sticky pizza. Yay. Yay. Ja, ik dacht, dat vind je wel leuk. Jij gebruikt veel sticky pistons. Dat is zeker waar. Nou, veel plezier met je stinkprijs volgende keer. Wat? Ik heb ook het rest terug. Ja, een karretje terug. Oh, dan neem ik deze wel. Doei. Volgende keer hoop ik dat je het goed hebt. Anders ben je een loser. Ben je sowieso al. We komen hier de zon soort van tegemoet in de zonsondergang. Helaas is hij al weg. Verder hier, prachtig allemaal. De toren. Toren moeten we ook overigens nog een keer een pad naartoe maken. Voor nu is dit het einde van deze aflevering, jongens. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet niet, als je abonneert, heb je kans dat je op deze muur komt, zoals Marieke B. Dan kom je hier op gewoon de Wall of Fame. Maar wordt nog leuk in deze kamer. Een beetje zoals dit hier. Wil je nou op deze andere twee muren komen, dan moet je mijn livestreams volgen. Maar voor nu, jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer zeker even als je dat niet hebt gedaan. Like ook even. En dan spreek ik jullie later. Glaasje water, telt tot 4. Flesje bier. Tot de volgende keer. Doei. Yeah.